dan misschien toch al stilaan. Ik zal met 300 zijn. Als we met 300 zijn, ah, we zijn met 300. Ja. Zal ik officieel beginnen met 1 minuut vertraging. Dus goedenavond, beste mensen. Welkom op dit webinar georganiseerd door Kiemkracht. Kiemkracht, daar zal ik straks iets meer van vertellen. Wat mogen jullie vanavond verwachten? We gaan het dus hebben over de bloemetjes en de bijtjes. Jammer genoeg niet de figuurlijke kant van de bloemetjes en de bijtjes, maar letterlijk gaan we het hebben over de bijen en natuurlijk de ecosystemen waarvan zij afhankelijk zijn en waarvan dat wij ook afhankelijk zijn. We gaan dat doen in een aantal etappes. Na een korte inleiding die nu al begonnen is, gaan we naar een filmpje kijken. Laten we maar zeggen, een redelijk behoorlijke film, waar de twee sprekers, Lode en Louis, zullen in figureren. En na de film gaan we dus inderdaad ook in gesprek met Lode, met Louis en met jullie allemaal. Hopelijk lukt het om met zoveel mensen tegelijk in gesprek te gaan. Maar daarom is het heel belangrijk ook dat we de chat gaan gebruiken. Die wordt door een paar mensen in de gaten gehouden. En dus vragen die jullie hebben met betrekking tot het thema, uiteraard, die kunnen jullie dan. Ja, is het nu toch iemand uit Portugal of niet? Ik denk dat ons de hele avond zal bezighouden. Het lijkt wel bijna zo te zijn. Goed, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Steven Vromman. Ik ben geen imker. Ik heb niet veel met bijen. Ik zie ze graag. Maar ze hebben mij gevraagd om het hier wat te modereren. En dat ga ik natuurlijk met plezier doen. Misschien een paar woordjes over kiemkracht. En nu ga ik eens kijken als ik zelf een slide kan veranderen. Inderdaad. Kiemkracht is een festival, een online festival, georganiseerd door Veld en Voedsel Anders. Ik vermoed dat Veld bij velen onder jullie bekend is. Voedsel Anders is dan weer een samenwerkingsverband tussen heel wat organisaties en burgers, waarmee men wil werken aan een duurzame voedselproductie, laten zien dat het kan, voorbeelden, informatie verspreiden, mensen bij elkaar brengen, onderzoeken uitwisselen, zoals u kan lezen. En de bedoeling is om een sterke beweging te maken die agro-ecologie nog veel meer op de kaart zet en duidelijk maakt dat dit echt wel het landbouwmodel voor de toekomst is dat we met z'n allen nodig hebben. Vanavond is een van de sessies, van de vele sessies die in het kader van Kiemkracht georganiseerd worden. U kan op deze slide misschien ook met wat moeite zien wie de partners zijn van Voedsel Anders. Dus heel wat organisaties die bezig zijn met natuur, met voeding, met vegetarisme, met Noord-Zuid ook. Met biologische landbouw, met bossen enzovoort. Dus een hele reeks partners en we hopen dat dit nog een groeiende beweging kan zijn voor lange tijd om die transitie naar een eerlijke en duurzame landbouw te kunnen realiseren. Hier ziet u nog een beeld met een aantal centrale begrippen die van belang zijn voor Kiemkracht en voor Voedsel Anders. Het gaat dus over een totaal ander model dan het gangbare model. Het huidige model dat toch gericht is op maximaliseren van winst ten koste van de boer, ten koste van de bodem, ten koste van de biodiversiteit. En daar moeten we denk ik wel van af. We gaan na het filmpje nog even ingaan op wat precies die agro-ecologie betekent. Maar ik denk dat het nu tijd is om het filmpje aan te kondigen. Ik zou zeggen, neem er een goed glas wijn bij of een glas bier. Voor deze avond is hommelbier wellicht het meest geschikte. En dan gaan we kijken naar een heel mooi gesprek tussen twee mooie mensen die in een stuk van een dik half uur gaan vertellen over de bijen, de relatie met ecosystemen en ook een stukje wat wij kunnen doen. Als er in de loop van het gesprek zaken zijn waarvan u denkt, ah, daar wil ik dieper op ingaan. Je kan ze op een stukje papier noteren of eventueel in de chat zetten, want dat is dan stof voor het gesprek nadien. Ik hoop dat alles duidelijk is.
De bedoeling is om vanavond rond 9:30 af te sluiten. Hangt ook een beetje af van de vragen die jullie inbrengen. Maar we gaan toch mikken op 9:30. Oké. Goed, dan zal ik vragen aan Marijke, die jullie niet zien, maar die achter de knoppen zit van het webinar. En we zijn ondertussen met bijna 400 mensen. Dat is toch wel spectaculair, denk ik. Aan Marijke vragen om het filmpje te starten. Zorg dat de klank luid genoeg staat. Je zal misschien zien in het scherm dat daar iets staat van dempen. Als je het niet hoort, eventjes met je muis scrollen over het beeld totdat je dat icoontje ziet. En het zal beter klinken in elk geval met oortjes. Als je die in de buurt hebt, dan helpt het ook. Zo, ik heb voorlopig genoeg gepraat. Marijke, ik zou zeggen, go for it. Dat ze te maken hebben. Oké. Dus wij ontmoeten elkaar voor het eerst, Dat maar ik klopt. heb zo een beetje gekeken wie dat je bent en waar dat je mee bezig bent. En het zal ook nog duidelijk worden waarom het vandaag over bijen gaat, maar waarom dat ik er absoluut jouw bij wou. Oké. Als ik het goed voor heb, dan ben jij vooral bezig met alles wat, laten we zeggen, een ecologische benadering is van omgeving, van tuinen, van alles wat met planten en dergelijke te maken heeft. Je bent bitter jong, je bent jonger dan mijn kinderen, maar je hebt al veel gereisd. Je hebt in Frankrijk gewoond en zo verder. Je hebt goede research gedaan, Ja. Moeten we nog iets weten van u eer dat we beginnen? Of, Ja, moet ik nu al mijn geheime prijs geven? Nee. En hebt jij enig idee wie dat ik ben? Wel, je ziet eruit als een oude hippie, in de goede manier, hè. Als iemand die geleefd heeft, iemand die enorm vrolijk is. En die graag doet wat hij graag doet. Ik weet dat je bij Greenpeace hebt gewerkt. Dus dat je eigenlijk betaald bent geweest om een rebel te zijn en te strijden voor een betere wereld. Ik kan me weinig beroepen in beelden die zo leuk zijn eigenlijk. Dat weet ik veel. En ik weet dat je van bijen houdt, van natuurimkeren. Maar ja, meer dan dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet hoe je daarbij bent gekomen, wat je precies doet. Dus ja, leg misschien eens uit. Wat doe je op een Wel, normale doorsnee dag? ja, ik ben altijd gepassioneerd geweest door alles wat dat leeft en zeker ook door bijen, hè. Maar ik heb me daar eigenlijk nooit echt kunnen op focussen, omdat ik altijd heel veel jobs had die veel tijd namen en zo verder. Maar toen ik ongeveer 60 was, heb ik me daar tot over mijn oren ingestort. En ik heb dat gedaan met een vrij brede benadering. En ik begon heel snel dingen te leren. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er in België zo'n 300 soorten bijen voorkomen. Hè. Voor heel veel mensen, als ze bijen horen, dan denken ze alleen aan honingbijen. Nu, we gaan het vandaag niet hebben over die 300 soorten. We gaan het vandaag hebben over honingbijen. Hè. Ik heb me daar inderdaad, en ik ga die bijen noemen gewoon, hè, vanaf nu. Ik heb me daar inderdaad ingestort. En ik heb dat gedaan met een open blik. Ik wist daar ontzettend weinig van. Dus ik ben bij heel veel mensen op bezoek geweest die met bijen bezig waren. En ik heb daar eigenlijk heel veel rond gelezen en gedaan. En ik ben eigenlijk na een heel aantal jaren nu tot een aantal zeer duidelijke vaststellingen gekomen. Om te beginnen, ik denk dat er heel veel mensen zijn die bijen associëren alleen maar met drie dingen: bijen, een bijenkast en honing. En gestekt worden door de bijen. En gestekt worden door de bijen, ja. En voor heel veel mensen houdt het daarmee op. En er zijn heel weinig mensen die zich eigenlijk echt afvragen wat er dan in zo'n bijenkast met zo'n bijenvolk, wat daar echt gebeurt. Ja. Nu, zo'n bijenvolk, dat is iets fenomenaal. Waarom is dat fenomenaal? Omdat daar duizenden en duizenden, dat zijn zelfs een paar tienduizenden beestjes, samenleven met elkaar. En die moeten ongelooflijk veel dingen tot een goed einde brengen. Ja. Nu, uit wat bestaat zo'n volk? Daar zit maar één koningin in. Dus daar is één koningin, dat is de enige die eitjes legt. En uit die eitjes kunnen er vrouwelijke of mannelijke bijen komen. Gans het jaar heb je duizenden en duizenden vrouwelijke bijen, die dus dat volk uitmaken.
En een paar maanden per jaar heb je ook mannelijke bijen. Jij lacht volkomen terecht, want vrouwelijke bijen zijn slim genoeg om geen hans jaar mannen te dulden. Hè? Dus dat is een vrij goed teken. Maar dus, dat is eigenlijk de samenstelling van een bijenvolk. Als je dan wat dichter gaat kijken naar zo'n volk, een van de eerste dingen die mij opviel, dat zijn eigenlijk koudbloedige dieren. Dus hun lichaamstemperatuur ligt zeer laag. Maar die houden in hun nest het grootste gedeelte van het jaar, houden die een temperatuur aan die op het niveau ligt van onze lichaamstemperatuur. Zo 34, 35, 36 graden, dus aardig in de buurt van een gezond zoogdier. Ja. En dat is uniek. En wat ook zeer opvallend is, een bij op zich, een honingbij op zich, kan niet bestaan. Die kan alleen maar bestaan in het geheel van een bijenvolk. En wat is daar nu, als je daar echt dichterbij begint naar te kijken, wat is voor mij een van de ongelooflijke magische realisaties geweest? Tot dan keek ik altijd naar een lichaam zoals ik naar u kijk. Mm-hmm. Jij bent een gesloten geheel. Hè? Er staat een kop op en benen en dat is een... Jij bent een gesloten geheel. Maar wat is een bijenvolk? Een bijenvolk is eigenlijk even goed een gesloten geheel. Maar de cellen waaruit dat bestaat, die kunnen zich los van elkaar bewegen. Dat is wel mooi gezien eigenlijk. Voor mij is dat de enige manier om daar goed naar te kijken. En dat betekent ook dat je meteen dat volk als een totaliteit gaat respecteren. Mm-hmm. Dus ik ga bij u ook geen been afzagen om daar een ander been aan te zetten. Of ik ga geen organen uithalen. Dat wil dus zeggen dat ik had heel snel moeite met klassieke imker. Technieken, ja. Die bijvoorbeeld elk jaar de koningin uit een volk halen, die doodknijpen en daar een nieuwe koningin in steken. Ja. Of die van koninginnen een stukje van de vleugel knippen, omdat die bijvoorbeeld niet zouden kunnen wegvliegen. Hmm. Of die om de haverklap bijen van verschillende volkeren zitten te mengen en zo verder. Ik vond dat heel raar. Zit je het hoofd van de ene hond op de andere hond te zetten? Voilà. Ja, ja, ja. Dus ik probeerde dat te begrijpen, maar ik had daar heel snel een natuurlijke weerstand tegen. En wat mij ook opviel, dat was als je de officiële context bekijkt waarin dat bijen benaderd worden, dan is dat alleen in het kader van een landbouwnutsdier. Ja. Dus bijen, hun officieel statuut in onze streken en in heel veel landen, dat is alleen een landbouwnutsdier. En ja. Waarom is dat? Wij hebben weinig respect voor insecten. We slaan die meestal het liefst dood, hè, muggen en vliegen. Tenzij dat je zeer mooi bent, gelijk een vlinder, hè, dan moeten we het allemaal schoon vinden. Maar de enige reden waarom dat wij aanvankelijk zoveel sympathie ontwikkeld hebben voor bijen, dat is omdat ze honing produceren. Omdat ze nuttig zijn. Omdat ze nuttig zijn. We kunnen er iets van pikken. Voilà. Als mens kunnen we ze inderdaad gebruiken. Hè? Ja. Dus, en dat was de reden waarom dat we zoveel respect voor hadden en zoveel voor deden. Maar wat hebben we gedaan? We hebben die alleen daartoe herleid. En we hebben die alleen nog in functie van productie zijn we die gaan benaderen. Ja. Dus die produceren honing, die produceren ook wat stuifmeel en zo verder. En dat vind ik zeer jammer. Want ik vind dat nog altijd een insect. Ja, het is ook, ja, het is veel meer dan dat. Hè. En wat hij vertelt over dat één superorganisme, ja. Hè, dat is eigenlijk gewoon één wezen die inderdaad uit verschillende cellen bestaat. Mooi daaraan is, hè, die bijen hebben over de geschiedenis hè, van duizenden jaren lang een ideaal systeem ontwikkeld. Die hebben zelf algoritmes, hè, heb ik geleerd. Absoluut. En die algoritmes, hè, ze hebben dat gaan bestuderen, die algoritmes hebben ze daaruit gehaald. En ik dacht van, ja, hoe kunnen we dat nu eigenlijk gaan toepassen op bedrijven, op echte systemen? Tuurlijk. Over hoe dat vliegtuigen gaan vliegen. Ja. Dus heel veel wat dat wij nu in de wereld zelf hier gaan zetten, is eigenlijk gewoon gepikt van hoe dan de bijen dat doen of andere dieren dat gaan doen. Ja. Dus dat is zo fantastisch. Daar is op zich niks op tegen. Als je het dier op zich in zijn diepe zijn respecteert. Ja. Hè? En dus ondertussen, er is heel veel gebeurd sinds het begin waar ik het over had. Hè. We zijn ondertussen hebben we een werkgroep Natuurlijk Imkeren en zo verder. Wat eigenlijk op zich niet zo belangrijk is. Maar wat wel belangrijk is, dat is dat wij bijvoorbeeld de bij bekijken met respect en in haar autonomie zoveel mogelijk. En dat wij bijvoorbeeld vaststelden dat niemand nog naar de bij kijkt als een wilde insect. En wij zijn bijvoorbeeld een project begonnen om na te gaan, leven er in België en leven er in Vlaanderen nog bijen autonoom? En gewoon in zo? Het wild. Leven er nog? Ja. Okay. We hebben vorig jaar hebben wij mensen gemotiveerd om ons te laten weten of dat ze nesten wisten zitten. En op zeer korte tijd hadden wij in Vlaanderen al 70 wilde nesten. Ja. Nu,
We hebben het over het bijenvolk enerzijds, maar je kunt dat nooit loskoppelen van zijn omgeving. En dat is de reden waarom dat ik u er per se bij wil vandaag. Hè. Ja. Want die omgeving, waarom is dat belangrijk? Dat is voor een boel zaken. Onder andere omdat bijen daar al hun voedsel uit halen. Hè. Dat is dan vooral nectar. Dat is een zeer zoete stof waar ze honing van produceren. En dat is ook stuifmeel of pollen. Hè. Ook al alle twee van bloeiende planten. Hè. Die hebben ook nog andere dingen nodig, gelijk propolis. Propolis dat we allemaal kennen tegen keelpijn en zo verder. Dat is, we kunnen daar nu niet op ingaan, maar dat zijn allemaal ongelooflijk schitterende producten. Maar die bijen zijn 100% afhankelijk van hun omgeving. Ja. Als die niet in hun omgeving vinden wat ze nodig hebben, ja, dan zijn ze verloren. En ik vroeg mij af, jij hebt nu als invalshoek wellicht niet alleen of niet direct bijen, maar als we het over omgeving hebben en het belang van gezonde omgeving en zo, hoe kijkt je daarnaar of wat houdt dat in voor u? Wel, het komt er eigenlijk op neer. We gaan altijd gaan kijken naar dieren. En we zeggen bijvoorbeeld, ja, die dier is aan het uitsterven of dat dier is aan het uitsterven. We moeten ervoor zorgen dat die dieren blijven leven. Hetzelfde met de bijen. Maar wat we vergeten, dat is dat een dier eigenlijk enkel maar kan leven in een gebied dat de juiste condities heeft voor dat dier. Precies zoals je zegt met de bij. We zouden kunnen zeggen van ja, kom, we moeten makkelijk aan er meer bijen zetten. We gaan overal meer bijenkasten gaan zetten bijvoorbeeld. Of we gaan een paar habitats gaan creëren voor een of andere beer die aan het uitsterven is. Of voor een of andere lynx die aan het uitsterven is. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je moet gaan kijken naar dat dier zelf. Bijvoorbeeld naar een bij. En afvragen van oké, hoeveel vierkante kilometer heeft die nodig om te overleven? Een bepaald aantal bijvolken. En wat heeft een bij nodig? Als je bijvoorbeeld gaat spreken met imkers, wat zeggen die? Als ik een bijenkast ga zetten in het midden van een landbouwgebied, dan gaan die bijen dikwijls gewoon dood, omdat er gewoon niks te eten valt. Terwijl als ze het in het midden van een stad zetten, dat een onnatuurlijke omgeving zou moeten zijn, daar gaan die het heel goed doen. Dus dan kan je afvragen, hoe kan dat nu? We zitten hier in het midden van een landbouwgebied, hier ook rondom ons, zijn hier allemaal velden met monocultuur. Hoe kan dat nu dat een bij hier niet overleeft? En het antwoord zit al in die monocultuur. Bijvoorbeeld maïs of granen, dat zijn, die hebben geen bijen nodig om te gaan bestuiven. Dat zijn windbestuivers. Die bieden niks aan de bijen. Dus die bijen moeten op hun kin kloppen. Maar in een stad, iedereen zet bloemetjes op zijn balkon of heeft een tuin met bomen, met kerselaren die in bloei komen, met allerlei bomen die in bloei komen. En daar kunnen die bijen gedijen. En het komt er eens op neer dat de manier hoe we ons landschap gaan inrichten, kun je eigenlijk die bijen, oftewel ervoor gaan zorgen dat die bijen niet gaan overleven, oftewel dat die enorm gaan overleven op een goede manier. Meer nog, dat ze zich gelukkig gaan voelen, zoals wij het gaan vermenselijken. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat is er nu heel belangrijk in heel dit verhaal? Als ik kijk naar het verleden, ik weet niet, Europa, het oer-Europa, sinds de laatste ijstijd, hoe zag dat eruit? Heel veel theorieën gaan de ronde. En een van de bekendste theorieën is altijd geweest als één groot oerbos. Beeld je in, Europa is zo'n één groot bos. Maar de laatste jaren is er meer en meer uit onderzoek gebleken dat we eigenlijk geen oerbos hadden, maar een mozaïeklandschap. Dus we hadden die hele grote bossen, maar dan hadden we ook heel veel open vlaktes. En we hadden tussen die bossen en die open vlaktes, hadden we die gradiënt daartussen. Hoog, laag. En dan van alles daartussen. Eigenlijk een soort curve. Of een skipiste. Waarin dat je zo'n mooie gradiënt had. Je bedoelt verschillende hoogtes van vegetatie. Voilà. Ja, oké. Okay. Exact. Mm-hmm. En komt er dus eigenlijk op neer. Het oer-Europa was zo. Dat als we hier vandaag niks zouden doen in België of in Europa. Toch in ons deel van Europa. Dan gaan we terug naar dat systeem. Ik ben zelf iemand die een voorstander is van luiheid. Een mens is geprogrammeerd om lui te zijn. Daarom rijden we met de auto en gaan we niet te voet van Gent naar Brussel. Of we nemen de trein of een brommer of gelijk welk vervoersmiddel. Dus als wij nu niks zouden doen, dan wordt heel België opnieuw dat mozaïeklandschap. Komt er dus op neer, wat is de vegetatie voor de luiriken? Mozaïeklandschap. Maar wat is ook de beste vegetatie voor allerlei wilde dieren, inclusief de bijen? Ook dat mozaïeklandschap. Want het is net in die marge, tussen dat bos en die open vlakte, dat het meest interessant is voor de biodiversiteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik ga nu twee random nummers zijn. Een bos heeft bijvoorbeeld 100 diersoorten. Dat veld heeft bijvoorbeeld ook 100 diersoorten. Maar tussen dat veld en dat bos
heb je misschien wel 1000 diersoorten. Hey, om te zeggen dat net de grens tussen twee grote vegetatietypes, het is net die grens, die marge, hey, dat het meeste gebeurt, datzelfde in de maatschappij, net de marge van de maatschappij, heb je de meeste dingen die bruisen. In de natuur is dat ook zo. Dus we moeten eigenlijk gaan nadenken van, oké, als we lui willen zijn en goed willen zijn voor de natuur, moeten we terug naar dat mozaïeklandschap gaan. En dat kunnen we in ons eigen tuin gaan doen, zodat je hier rondom je ziet. Hey, we hebben hier gazon. In de successie is dat ook de babytjes. Hey? Want babytjes moet je heel veel voor zorgen. Je moet dat veel maaien. Mm-hmm. Hey, babytjes gaan dood als je er niet voor zorgt. Als je niks met gazon doet, gaat dat gazon verdwijnen. Dan komt er iets in de plaats. Je hebt dan de hoge dingen, hey? Zoals die bomen die hier staan. Je hebt dan ook allerlei dingen daartussen. Je hebt struikjes, je hebt kruidachtigen. En je hebt dus die gradiënt die hier gecreëerd wordt. En hoe hoger dat je gaat in die vegetatie, of in de successie. Wat is de successie? Je hebt dus het laagste, die open vlaktes. Je hebt het bos. En dat bos is eigenlijk het hoogste in die successie. Dat is de climaxvegetatie. Gazon zijn babytjes. Dat bossen zijn volwassen. Normaal gezien, als je chance hebt, moet je voor volwassenen niet zoveel zorgen. Mm-hmm. Datzelfde dus met bomen. Het komt erop neer dat we heel die successie eigenlijk willen hebben in microzaal, in tuinen bijvoorbeeld, zoals hier. Maar ook in de landbouw. Hey, in de landbouw is alles het laagste in die successie. En gewoon allemaal monocultuur. Moet dat ieder jaar opnieuw zaaien. Dat is heel arbeidsintensief. En de bijen, die hebben daar niks aan. Het wordt dan ook hier bespoten met allerlei bijdodende pesticiden. Maar je hebt dan het omgekeerde. Hey, in de landbouw kan je ook voedsel produceren die hoger gaat in die successie, waardoor hij dus luier kan zijn. Hoe kunnen we dat mozaïeklandschap in de landbouw gaan omzetten? Dat is eigenlijk ook gaan hoger denken. Hogere vegetatie. Wat zou je kunnen kweken dat voedsel produceert, wat hoger is in die vegetatie? Heb je een idee? Het eerste wat in mijn kop komt is natuurlijk iets als een voedselbos bijvoorbeeld, waar dat je inderdaad die verschillende niveaus hebt. Hè? Ja, inderdaad. Klopt, exact. Hey, de hoogste bomen die je hier kan zetten dat eten produceert zijn eikels, okkernoten, kastanjes. Mm-hmm. Daarmee kan je alles maken. Je kan er bloem mee maken, pizza's, koekjes, oliën, tofu's, wat dan ook. Dat zijn de hoogste. Maar je hebt dan uiteraard allerlei andere, hogere vegetatietypes die ervoor zorgen dat je eten kan produceren. Mm-hmm. Dus het komt erom neer dat als we een landbouw kiezen, die mag nog altijd een paar open vlaktes zijn, hè? Maar met telkens ook die gradiënten, dat we eerst en vooral qua voedselzekerheid veel meer kans gaan maken, hè? Want we weten met hele grote droogtes monoculturen gaan verdwijnen, want dat zijn één jaar, hè? Dat is maar één jaar oud. Die wortels zijn niet zo diep, die zijn een vogel voor de kat. Maar bomen die zijn robuuster, die kunnen beter tegen klimaatveranderingen. Dus daarvoor is het goed. Maar dat is ook voor de bijen, want als je in verschillende hoogtes gaat werken van vegetatie, ga je dus ook andere bloeitijden hebben. We hebben daar binnen de bijenwereld hebben we daar een specifiek woord voor, dat is bloeiboog. Omdat voor bijen een van de ongelooflijk belangrijke dingen dat is dat ze in de winter dan zijn ze niet actief, dan komen ze ook niet buiten. Maar vanaf het voorjaar, gelijk nu zo, februari, maart, tot in het najaar, oktober, november, dan moeten de bijen eigenlijk de planten vinden die ze nodig hebben. He. En dus dat wil zeggen vroege voorjaarsbloeiers tot en met heel late bloeiers. He. En als ik u zo hoor over de systemen, de principes waar hij naar streeft, zowel in benaderingen van landbouw, in benaderingen van tuinen, in laten we zeggen alles wat vegetatie en zo aangaat, dan denk ik dat we daar die garantie hebben van die boeiende bloeiboog voor de bijen. Maar als ik nog eens mag terugkomen op de bijen, een van de zaken die we nu constateren, dat is dat bijen met heel veel stressfactoren geconfronteerd worden. Hè. En dat gaat van gebrekkig voedselaanbod, hè, waar dat we het nu met u al even over gehad hebben. De systemen die wij nu van landbouw en zo, die zijn absoluut niet vriendelijk voor dergelijk leven. Hè. Daarin wordt heel veel gif gebruikt. Zowel op grote schaal in landbouw, maar ook heel veel mensen gebruiken in een particulier leven allerlei gif wat in de natuur komt. Dat ook voor zichzelf dodelijk is. Wat voor de mensen zelf, helaas alleen op lange termijn. Hè. Het zou soms beter wat op korte termijn giftig zijn, maar goed, we moeten opletten als we zo'n dingen zeggen.
Maar er zijn bijvoorbeeld ook, door de manier waarop we met bijen zijn beginnen omgaan, we hebben dus eigenlijk bijen volledig naar menselijke criteria laten ontwikkelen. We willen niet dat ze steken, we willen dat ze zoveel mogelijk honing opbrengen en zo verder. En eigenlijk zijn we gaan selecteren alsmaar meer en meer en meer, waardoor we die bijen eigenlijk ook sterk verzwakt hebben. In die zin dat ze het meer en meer moeilijk hebben om autonoom te leven. Ja. Nu, mensen gelijk wij, en dat is, als je nu bijvoorbeeld biologisch wilt beginnen telen, dan vertrekt je vaak van een compleet ziek systeem, een zieke bodem en zo verder. Ja. En dan moet je daar in een evolutiesysteem stappen om tot weer volledig biologische, gezonde bodem te komen, met bodemleven en zo verder. Voor bijen is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Als jij nu vertrekt van bijen die al vele generaties genetisch verzwakt zijn, en je laat die plots helemaal los, ja, autonoom leven, je doet daar voor de rest niks meer, hè, dan bestaat er wel een kans dat die bijen overleven, maar de kans bestaat ook dat die bijen dat niet aankunnen. Dat is gelijk als dat je parkietje die heel zijn leven in een kooi heeft gezeten, voilà, loslaat. Als jij industriële melkkoeien in een reservaat laat lopen, dan is de kans dat die overleven niet zeer groot, hè. En heel veel van de bijen die wij nu hebben, zijn eigenlijk een beetje een soort honingkoeien geworden. Hè? Honingkoeien, ja. Ja. Dus door de manier, We melken ze uit, hè, door de manier waarop dat we ze benaderen. Nu, waar dat wij naar zoeken, wij willen die beesten terugkrijgen in een natuurlijk leven, met autonomie en met respect voor de totaliteit van het volk. Ja. Dus wij gaan geen volkeren opsplitsen onnodig, wij gaan geen koninginnen vervangen en ik weet niet wat nog allemaal. Wij laten die bijen zich ook natuurlijk voortplanten, zoveel mogelijk. En daar is maar één manier, dat is zwermen. Hè. Ja. Dus dat is dan de oude koningin die vertrekt met een groot deel van de bijen om een nieuw volk te starten. En dat is in onze huidige samenleving, wordt dat zeer dikwijls scheef bekeken. Hè. En dat is natuurlijk wel belangrijk om mee te geven, hè, aan de mensen die hier nu aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn naar ons. Dat als je een zwerm ziet in je eigen tuin, dat je net blij mag zijn, hé, want er is een natuurlijk proces. Tuurlijk. Je kan er zelf heel dichtbij gaan staan, want een zwerm, hé, die zijn zelf vooral bezig met te verhuizen. Hé. Die hebben als het ware al hun meubels op zak mee, waardoor ze eigenlijk geen energie hebben om mensen aan te vallen. Dat is ook zo. Dus dat is wel belangrijk, ja, voor de mensen om dat eigenlijk te zien als van, ah, wauw, het is een heel mooi fenomeen en het is absoluut nul, maar dan ook nul bedreiging. Want je, ja, mag er zelf rond gaan zwaaien. Tuurlijk. En al, die bijen. Maar het is typisch dat wij in de huidige imkerij dat we dat allemaal aan banden willen leggen om motieven van, ja, mensen zijn bang liever van bijen die zwermen en zo verder. Terwijl, zoals dat je zelf zegt, dat is voor niks nodig. Je moet op geen enkele manier bijen zijn of bang zijn liever van bijen zwermen. Maar om terug te keren naar die stressfactoren, dus gif en ik weet niet wat nog allemaal in de omgeving. Er is ook een parasiet. Hè. In imkermiddens gaat het heel dikwijls over varroa. Dat is een parasiet die uit Azië, ja, geïmporteerd is. Onze bijen waren absoluut niet gewoon om daarmee om te gaan. Dus die begonnen massaal te sterven door die parasiet. Ja. Wat zijn wij beginnen doen? Wij zijn die beginnen chemisch behandelen. Hè. Wat natuurlijk een straatje zonder einde is. Ja. Want iedereen weet, als je begint met chemisch behandelen, het enige wat je doet, dat is... Systemen passen zich aan. Penicilline bijvoorbeeld was een schitterende uitvinding en op vandaag haalt dat nog heel weinig uit. Hè. Dus die parasieten passen zich aan, die creëren weerstand daartegen. Wij zoeken dus om bijen volledig te respecteren, maar in een autonomie. En dus dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld, we hebben ontdekt dat als we bijen laten leven in een biotoop die hun natuurlijke biotoop benadert, door daar bijvoorbeeld een heel klein meidje, een meidje dat bij ons in de natuur voorkomt, een roofmeid, als wij die integreren, dan zien wij dat dat bijenvolk, dat die parasitaire naar een parasitair evenwicht haalt. Dus die roofmeiden die halen het gehalte parasieten naar beneden. En wat doet die roofmeid? Die doodt die varroa-meid? Ja. Okay. Die doodt de varroa-meid, waardoor dat de bijen daar veel minder last van hebben. Dus wij hebben nu ondertussen een heel aantal jaren ervaring met die dingen en die werken goed. Hè. Okay. Wat wij bijvoorbeeld ook gaan doen, dat is, we hebben gezien dat bijen die kunnen beschikken over paddenstoelen, hè, waar dat paddenstoelen en zwammen vrij kunnen groeien, ja, dat die zelf naar paddenstoelen trekken om daar extracten van op te nemen. Serieus? Waardoor ze hun natuurlijke weerstand versterken. Dus dat is medicatie voor die bijen? Dat is medicatie. Zelfmedicatie. Maar wij gebruiken, ja, natuurlijk massaal fungiciden, die dus alle zwammen doden, ja, waardoor dat die bijen die paddenstoelen niet meer vinden. Wat gaan wij dan doen? Wij gaan die paddenstoelextracten wel maken en die aanbieden aan de bijen. En wij zien dat dat hun vitaliteit enorm opdrijft. Amai.
Dus de manier waarop dat wij met bijen omgaan, wij proberen die te respecteren in hun volle natuurlijke zijn. En waar nodig, die te ondersteunen, zodanig dat die weer helemaal naar een natuurlijke levenswijze kunnen evolueren. Ja. Maar een van de dingen waar dat we dan blijven mee worstelen, dat zijn de problemen in de omgeving. Ja. En ik weet dat er heel veel mensen zoeken naar wat kunnen wij doen om daar iets aan te verhelpen of zo. En wellicht heb jij daar wel een antwoord op. Ja, zeker. De mens heeft eigenlijk een 2 à 3 manieren om eigenlijk voor de bijen te zorgen. Misschien niet onbelangrijk om te zeggen, ik kan wel zeggen, de bijen, dat is belangrijk dat die bestaan, gewoon voor zichzelf. Maar kan dat ook van een iets egoïstischer manier gaan bekijken. Wie drinkt er allemaal graag een tasje koffie 's ochtends of eet er graag chocolade? Zonder bijen heb je geen koffie en chocolade. Hè? Dus de belangrijkste dingen in de wereld voor veel mensen, die bestaan niet zonder bijen. Dus we kunnen ook even benadrukken dat het ook voor de mens belangrijk is. Hè? Als de bijen er niet zijn, dan houden de helft van wat we nu eten, kunnen we niet meer eten. Hè? Omdat de meeste dingen gewoon bestoven zijn door bijen. Hè? De bijen hebben massas veel waarde, hè? Ook binnen de landbouw, om groenten en fruit te gaan bestuiven. In China zijn er plekken waar ze met oorstokjes van de ene boom bloesems gaan halen om dan de andere bloemen te gaan bevruchten. Dat zijn dingen die wij niet willen doen als mens. Dus bijen zijn ook echt wel nuttig voor ons. Ik denk dat heel belangrijk is voor iedereen om dat ook wel te beseffen. Nu, wat kunnen wij zelf gaan doen als mens? Eerst, wat dat wij gaan eten, heeft een enorme impact op bijen. Ik denk dat er daar heel weinig bij stilgestaan wordt, maar als je inderdaad gewoon niet-biologische dingen gaat kopen, dan ben je in feite de planeet aan het tonen, jezelf aan het tonen, dat sowieso, maar ben je ook die bijen aan het tonen. Hè? Omdat voor die groenten of fruit te kweken, hè, door die bijen. Biologisch gaan eten heeft een mega grote impact. Nog beter is kijken of er biodynamisch of agro-ecologische boeren in je buurt zijn. Dus ken je boer. Hè? Iets anders is in je eigen tuin of in je eigen stuk grond. Dat is in feite, ik ontwerp zelf tuinen. En wat dat wij altijd gaan doen, is een bloeikalender gaan maken. Hè? Waar dat iedere maand op staat. En gaan kijken van, oké, januari, wat gaan we dan zetten dat gaat bloeien? Februari, wat gaan we dan zetten dat gaat bloeien? En uiteraard, je hebt zo'n curve van bloei naar de zomer toe, of beter gezegd naar de lente toe en naar de warmere periodes toe, gaat dat in omhoog die bloei, want in de winter heb je hier van nature wat minder bloei. Maar je hebt ook in de winter dingen die bloeien. Hè? Kijk wat dat er allemaal staat in je tuin en kijk je waar aan de gaten zitten. Welke maanden heb je niks dat groeit? Bloeigaten, bij manier van spreken. Bloeigaten, ja. Dat is mooi gezegd. Ja. En bijvoorbeeld hier rondom ons, staat hier vol met voorjaarsbollen. Het is uiteraard 1000 keer beter om biologische bollen te kopen. Hè? En je ziet, dat zit gewoon vol met hommels, bijtjes die gaan daar naartoe. En daar kan je een enorme impact mee maken. Dus die bloei. Maar bloei is heel belangrijk, maar dus ook weer die successie. Die babynatuur, wat dat gazon is, de volwassen natuur, die bomen zijn, en alles daartussen. Want het is net, die bosrand eigenlijk dat je moet hercreëren, dat je het meeste bijen hebt. Maar je hebt zelf gezegd, je hebt meer dan 300 bijen. Je hebt ook solitaire bijen. Je hebt er, wat ze niet allemaal opnoemen. Maar het is net ook op die specifieke plekken dat die bijen kunnen gaan overleven. Dus het is heel belangrijk om tuinen te gaan ontwerpen met verschillende niveaus. Mm-hmm. En als je dat kan gaan doen, dus gaan kijken van waar koop je eten, welk eten koop je. Heb je geen bloeigaten in je tuin? En is je tuin met genoeg hoogtes en laagtes? Als je die drie dingen kan doen, dan maak je een enorme grote impact. En dat kun je zowel in een zeer kleine tuin als uiteraard in de grotere tuin. Ja, ik ken stadstuintjes die we ook ontworpen hebben, die misschien maar 20 vierkante meter zijn. En daarin werk je met lager dingen. Je werkt ook met klimplanten, want klimplanten zijn fantastisch. Een heel bekende klimop wordt heel dikwijls gezien als wat een woekeraar. Maar dat is een van de meest fantastische bijenplanten. En dan een grote tuin, uiteraard. Ja, als je een tuin van hectare hebt, of van honderden of duizenden vierkante meter, dan is de sky the limit. Mm-hmm. Dan kan je gewoon ongelooflijk veel gaan doen. En nog heel belangrijk iets, gazon. Dat is een meer en meer controversieel iets aan het worden. Met de Bye Bye Grass campagne, waar ik aan meewerk, hebben we dus het idee van gazon. Dat is een groene woestijn. Maar als je het gazon gewoon maar een beetje laat groeien, ietsje langer wordt, in plaats van om de week te maaien, maar om de 2 weken of om de 3 weken maait, zie je daar al automatisch heel veel bloemetjes tussen groeien. Hier zie je ook al
Ik heb hier al een paar toffe bloemetjes gezien die uit het gazon komen. Automatisch, alweer, baf, 1000 planten erbij voor de bijen. Nog beter, hè? Als je voor het al is maar 1 vierkante meter van je gazon gewoon laat groeien, dan heb je eigenlijk een mini natuurreservaatje die daarbij komt. Dus het zijn allemaal van die kleine garden hacks dat je kan doen, dat meestal zelf minder moeite kost, en waar je een mega grote impact voor die bijen mee maakt, maar ook voor jezelf. Je mag niet ontkennen, wij zelf als mensen zijn ook belangrijk. Psychologisch gezien worden we gewoon veel gelukkiger van bloemen. Dat zit hetzelfde met die hoogtes en die laagtes. Mm-hmm. Je hebt oneindig veel onderzoeken die aantonen dat als een mens geconfronteerd wordt met die verschillende vormen, met die verschillende lage vegetaties, hogere vegetaties, dat maakt ons als mens ook gelukkiger. Ik ben deze zomer gaan filmen in een psychiatrie. Daar hebben ze een voedselbos met allerlei verschillende kleuren, verschillende vormen. De mensen die daar werken, de verpleegkundigen, de psychologen, die zeggen, ja, de mensen hebben daar deugd van. Daar zou perfect een bijenvolk kunnen leven. Ja, zeker. En dat zou de beleving van die mensen zeker ook nog vollediger maken. Ja. Want ik denk, wat wij met dit gesprek vooral meegeven, denk ik, dat is, we hebben bijen genomen als uitgangspunt, maar we zijn heel snel in een zeer breed ecologisch verhaal terechtgekomen. Ja. En dat vind ik zelf zeer belangrijk. Want ik vind bijen op zich iets, je kunt daar jaren aan spenderen en Hans, dat leven op zich is iets onvoorstelbaar, maar het is zo belangrijk dat we het situeren in een brede ecologische context waarbij dat we direct zeggen, uiteraard geen gifstoffen, zoveel mogelijk ruimte geven aan meer natuurlijk leven in uw tuin en zo verder, zoals dat je zelf aangegeven hebt. Ja, dat is waar, want bijen zijn onmisbaar. Ze zijn heel belangrijk, maar uiteraard, ze zijn een deeltje van een puzzel. Als je je omgeving anders gaat inrichten, dan ga je die bijen helpen, maar help je zoveel meer dan dat, voilà. Inclusief jezelf. Ik denk dat we het hier kunnen bij laten. En je zei in elk geval bedankt voor dit gesprek, Louis. Tot bedankt voor de uitnodiging. Fantastische setting. Ja, ik vind het ook. Ja, absoluut. Dank Lode, wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye-bye. Ja, goedenavond iedereen terug. Jullie zullen zelf ook wel onder de indruk zijn van de wijsheid en de kennis van deze twee heren, wat ze allemaal te vertellen hebben. En het leuke is, dat heb ik ook gezien op de chat, dat ondertussen mensen met elkaar al heel veel tips hebben uitgewisseld. En dat kan in dit soort seminaries zonder de sprekers te storen. Dus in dat opzicht was het zeker al een geslaagde avond als ik zie welke informatie er al is uitgewisseld. We hebben nu een klein uurtje om verder door te gaan met de twee heren die u daar straks hebt gezien over het brede thema van de bijen, de ecologie, landbouw, de mens en alles dat erbij hoort. Misschien ook even vermelden dat ik voorzie halverwege, mocht het toch een beetje saai worden, wat me zal toch verwonderen, dat er een muzikaal intermezzo tot de mogelijkheden behoort. Ja, dat kan ik u verklappen. Als ik merk in de chat dat er om gevraagd wordt, kunnen we dat eventueel doen. En nu is het tijd om het gesprek met ons drie te voeren. Ik weet niet of Lode en Louis nu ook al in beeld zijn. Ja, nog niet. Er wordt hier enkel zwart beeld bij Veerle. Even kijken, Marijke is hier dingen aan het instellen. Ja. Ja, André, nog eventjes zeggen, als ik in de chat iets zei over televisie, dan ging het over Louis, die gisteren op het journaal te zien was terwijl hij gras aan het zaaien was en het advies gaf om het vooral niet te maaien. Dat was het. Ondertussen check ik nog eens of nu alles oké is. Ah ja, ik merk dat het dus niet zal lukken om ons alle drie tegelijk in beeld te hebben. Dus Marijke die zal switchen en dan zullen we hopelijk op die manier toch een boeiend gesprek kunnen voeren. Er zijn een aantal vragen binnengekomen via de chat. Er zullen ongetwijfeld nog meer binnenkomen.
En ik ga toch vragen aan Louis en Lode, jullie hebben ze natuurlijk al leren kennen in het filmpje, om misschien nog kort allebei iets te vertellen, iets dat nog niet gezegd is in het filmpje. Dus Lode, wil jij beginnen? Maximum 1 minuut, want ik weet dat we streng moeten zijn. Iets dat we nog niet van jou weten na het filmpje, maar dat je misschien toch wil delen met meer dan 400 mensen. Oké, wel, ik heb een bijzonder interessant werkje gelezen van een Amerikaanse bijenman. Dat is een bijenman, dat is een zeer gekende man, dat is Tom Seeley. En die heeft een boek geschreven over bijen en democratie. En die beschrijft volledig hoe onduidelijk het is voor ons, hoe dat die besluitvorming in zo'n volk tot stand komt, maar dat het in elk geval een zeer collectief gegeven is. Dat het dus geen, er is geen individu, de koningin is geen een baas en er is ook geen raad van wijzen, er wordt dan geen politiek gedaan, of wat dan ook. Maar collectief, als een geheel, worden altijd de meest wijze beslissingen genomen. En Tom Seeley, die heeft daar een hele reeks raadgevingen uit afgeleid, die wij eigenlijk als mensen absoluut zouden kunnen gebruiken om ons te inspireren, om de wereld niet op te vullen met al die stommiteiten zoals we nu doen. Dus dat vind ik toch wel frappant. Ja, een zeer interessante tip. En ik denk dat dit boek dringend op de tafel van al onze ministers en premiers moet komen, want die maken er toch ook een beetje een boeltje van. Goed, Louis, wil jij nog iets zeggen dat we niet weten? Of heb je ook een boekentip? Ga uw gang. Ja, ik heb niet gesproken over mensen die balkons hebben. Hè. Veel mensen wonen op een appartement in een stad. En ook zij vragen zich soms af, ja, wat kan ik doen om ook op een balkon iets te doen voor de bijtjes? En het is eigenlijk mogelijk om met potten te werken en gewoon enorm veel toffe planten te zetten. Meer nog, wat ik daarnet vertelde over die verschillende gelaagdheden. Je kan zelf een mini boompje zetten op je balkon waaraan er appelen aan groeien of iets anders. En verder, ja, wat is er nog leuk om te vertellen over bijen? Ik weet niet of jullie de naakte imker kennen. Dat is een kerel die gewoon volledig in zijn blootje gaat gaan imkeren. En die is totaal niet bang om gestekt te worden. Dus ik vond dat eigenlijk toch wel een belangrijk weetje dat jullie daarvan op de hoogte zijn. Ah, dus vanaf nu, beste mensen die zelf bijen houden, doe je kleren uit en ga zo bij uw bijtjes. Super, dank jullie wel voor de korte intro. En we gaan meteen beginnen met de vragen die uit de chat zijn gekomen. Een eerste vraagje dat we zagen was van Carina. En het is voor Lode. Namelijk over hoe het zit met de wilde nesten, de wilde bijen. Zijn dat dan klassieke honingbijen die vertrokken zijn uit een klassieke kast en zich zijn gaan verwilderen? Of bestaan die los van elkaar? Lode, kan jij daar iets over vertellen? Dat is uiteraard een zeer goede vraag. Het eerste antwoord daarop is: we weten ongelooflijk weinig op vandaag over wat er in onze streken leeft aan autonome bijenvolkeren. Dus bijenvolkeren die geheel op zichzelf leven, zonder dat de mens daar ook maar op enige manier rechtstreeks tussen komt. Die komt natuurlijk altijd tussen door de impact die hij heeft op het milieu waar die bijen in leven. Wij noemen die bijen die zo leven heel bewust niet wilde honingbijen, maar honingbijen in het wild. Omdat er heel veel kans is dat de meeste inderdaad ontstaan zijn uit zwermen die ontsnapt zijn bij imkers. En die heel zelfstandig gekozen hebben voor een bepaalde nestlocatie. En eigenlijk zo op die manier een autonoom leven begonnen zijn. Ondertussen weten we bijvoorbeeld wel al in Nederland ook, want daarnet hebben we het gehad over 70 nestplaatsen in Vlaanderen. Ik wil absoluut ook de Nederlandse mensen bedanken die ons al een heel aantal nestplaatsen in Nederland meegegeven hebben. Ik kan ook al zeggen dat er binnenkort op onze website een kaartje verschijnt met alle locaties waar er zomaar geen precieze locaties, omdat die niet zouden gestoord worden, maar waar al die wilde nesten zitten. Maar ik denk dat er, dus, zoals ik zei, plaatsen waar dat er al 20 jaar ononderbroken bijen in het wild leven. Maar dat is absoluut mijn persoonlijke interpretatie. Ik denk dat
zo niet alle, dan toch veruit de meeste en misschien wel alle bijenvolkeren die nu in het wild leven, hun oorsprong vinden op een of andere manier in de Enkeleeuw. Ik denk dat de oorspronkelijke bijen die hier leefden waren zwarte bijen. En die, die waren zowat compleet uit het landschap verdwenen, ook uit de Enkeleeuw verdwenen. Er is nu een beweging om die terug nieuw leven in te blazen. Maar ik denk dat het antwoord op deze vraag wel degelijk is dat de meeste, zo niet alle, bij de imkerijen ontstaan gevonden hebben. Ja, nog even ter verduidelijking, omdat dat misschien ook nog een verschil is. Er wordt ook gesproken over solitaire bijen. Zijn dat dan ook per definitie wilde bijen of heb je die ook in alle soorten? Ja, wel. Zoals ik in dat filmpje zei, als we het over de bijen hebben in onze streken, Vlaanderen en Nederland, dan gaat het ongeveer over een 360-tal soorten, waarvan honingbijen maar één soort zijn, maar bijvoorbeeld ook hommels zijn bijen. Er zijn heel weinig bijen die een sociaal leven hebben zoals honingbijen. De meeste bijen, hommels hebben dat bijvoorbeeld wel, hè, maar de meeste bijen zijn solitair. Dat wil zeggen dat die alleen leven en zich ook alleen kunnen voortplanten. Soms leven die wel in groep, in de zin van dat die dicht bij elkaar nestelen, maar dat zijn geen echte volkeren. Die hebben dus geen noodzakelijke interactie. Hè. Maar dus de meeste bijensoorten die bij ons voorkomen, zijn wilde en daarvan zijn de overgrote meerderheid solitair. Dus dat wil zeggen dat die echt alleen leven. Oké, okay. Misschien meteen een concrete vraag eraan toevoegen. Ik vermoed dat er nogal wat mensen zijn die ook eraan denken om te imkeren en dat liefst op een natuurlijke wijze willen doen. Is er dan een manier om zo'n bijenvolk aan te schaffen of moet je wachten tot er per ongeluk eentje in jouw tuin belandt? Ik denk dat dat ook verboden zal zijn. Ja. Wel, eer ik daarop antwoord, wil ik absoluut het volgende zeggen. Ik zie dat Lode. Oké? Okay. Maar goed. Oké. Okay. Dus wat... ik denk de eerste reactie op die vraag is de volgende. Eer je begint met imkeren, moet je niet één keer, twee keer, maar 1000 keer nadenken. Omdat het belangrijkste voor bijen dat is dat die in een geschikte omgeving kunnen leven. Dat betekent een geschikte omgeving waar dat die een hans jaar, een hans vliegseizoen, volop te eten hebben en alles vinden wat ze nodig hebben. Proper water en ik weet niet wat nog allemaal. Er zijn heel veel plaatsen waar men probeert van bijen te houden die daar eigenlijk absoluut niet voor geschikt zijn. Als je midden in een zwaar geïndustrialiseerd landbouwgebied woont en je hebt een alleenstaand huis met een relatief kleine tuin, dan begin daar alsjeblieft niet met daar ik weet niet hoeveel bijenkasten te zetten. Dat heeft totaal geen zin. Bovendien ga ik iets zeggen wat misschien een beetje raar klinkt, maar ik denk dat er op vandaag geen gebrek is aan geïmkerde bijen. Ik denk niet dat er op vandaag in Vlaanderen en in Nederland echt te weinig honingbijen zouden zijn. Dus er wordt heel veel gepraat over sterfte en zo, en dat is ook wel zo. Maar door heel veel moderne imkertechnieken brengt men het aantal volkeren heel snel terug op het niveau waar het voordien was. En onze omgeving is veel verarmd. Dus als je ergens bijen wilt houden, dan moet je echt wel eerst een goede studie maken van de omgeving. En dat is inclusief hoeveel imkers daar al zitten. Als je ergens wilt bijen houden en er zitten vlak in de buurt 3 imkers met een massaal aantal kasten, ik zou daar niet aan beginnen. Je moet ook bijvoorbeeld een beetje opletten als je bijvoorbeeld in de buurt van reservaten zit. Ik heb daar niets op tegen dat honingbijen in reservaten leven, absoluut niet. Maar als er al bijvoorbeeld 4 imkers daar al een bijen komen zetten om te genieten van dat schitterend terrein, dan moet je er daar geen aan toevoegen. Dus er is altijd sprake van heel veel nuance als we antwoorden moeten geven op dergelijke vragen. Het is nooit, doe dit of doe dat. Natuurlijk zou ik nooit iemand beletten die zeer gemotiveerd is en die dat op een wijze manier wil doen om bijen te houden. En hoe je aan bijen kunt geraken is een zeer moeilijke vraag. En waarom? De meeste bijen die bij imkers vertoeven, die zijn langdurig behandeld met chemicaliën of zuren. Die zijn vaak door allerlei technieken genetisch eigenlijk sterk verarmd. En dat betekent als je dat soort bijen in één beweging autonoom laat leven of zo natuurlijk mogelijk zonder veel ondersteuning,
dat die het in veel gevallen verschrikkelijk lastig gaan hebben. Dus het ideale is als je ergens een imker vindt die of natuurlijk impert, of die, zoals wij dat met heel veel sympathie noemen, straatbijen heeft. Dat is dan meestal een opgebouwde mengeling van kweek door de jaren heen, zonder veel begeleiding, zonder veel behandeling. Als je daar kunt bijvoorbeeld bij zo'n mensen een volk op de kop tikken, dan heb je meer kans. Dus de origine en de aard van de bijen is niet zeer belangrijk als je begint. Oké, dank u wel, Lode. Ik vermoed, want jij bent bezig met ook de beweging rond natuurlijk imkeren, dat daar ook een website van is. Misschien kan Marijke of iemand anders die in de chat zetten. Daar vind je misschien ook imkers die we kunnen helpen aan een bijvolk. Ik wil graag even naar Louis gaan. Je hebt het ook vermeld, Lode. In een klassiek landbouwgebied is het niet altijd evident om bijen te gaan houden. Misschien kan Louis even vertellen wat is het probleem eigenlijk met onze huidige manier van landbouwbedrijven en waarom is het dan voor bijen zo moeilijk om in zo'n omgeving te gaan overleven? Ja. Wel, het komt er dus op neer, om zo efficiënt mogelijk te worden in de landbouw, zijn ze ooit begonnen met de groene revolutie. En wat is dat? Ze hebben eigenlijk alle natuurlijke vegetatie weggedaan. Ze hebben onze akkers zo kaal mogelijk gemaakt om het zo efficiënt mogelijk te zaaien en te oogsten. Dat mogelijk te maken dat zo efficiënt mogelijk gebeurt. En dat is natuurlijk heel goed. Daardoor is onze voedselzekerheid enorm de lucht ingegaan. Onze productie is toegenomen. Het aantal ton per hectare dat wij kunnen krijgen is enorm toegenomen. Wat dat heel veel voordeel heeft. Maar dat komt dus ook wel aan een bepaalde prijs. Dat is dat we de aarde aan het vernielen zijn daarmee. En ook die grote monoculturen zorgt ervoor dat er geen kans is voor de bijen. Dat zijn monoculturen. Dat is dus één soort die gewoon op hectares herhaald wordt, en als die ene soort in bloei staat, dat is dan eventjes een sugar rush voor die bijtjes, die kunnen daar allemaal naartoe gaan. Maar als die dan uitgebloeid zijn, dan hebben die bijtjes niks meer. En het komt er dus op neer dat als je bijen gaat telen dus in een landbouwgebied, dat die veel minder goed gaan doen dan in de stad. Ik heb dat daarnet al in het filmpje verteld. Het komt er eigenlijk op neer dat we meer naar een polycultuur toe moeten gaan, waarin dat er dus veel meer verschillende soorten groeien naast elkaar. En die toekomst, om dat te bereiken, dat is heel veel technische kennis en dat is altijd moeilijk om dat over te brengen aan mensen. En daarvoor is het verhaal eigenlijk zeer belangrijk, dat we eigenlijk interessante verhalen kunnen vertellen aan de mensen over hoe en waarom. Want op die manier valt dat in de context. Denk maar terug aan de mythes en de fabels van vroeger. De mythes van de Grieken. Door al die mythes te horen, kom je eigenlijk heel veel wijsheden teweeg. En vandaag, opnieuw de dag, heb je van die verhalen nodig. En ik heb toevallig op een zeer tof boek ooit terechtgekomen van ene Stephen Fromman. Dat is een vreemd toffe kerel, ik weet niet wie dat is. Stephen Fromman, nog nooit ontmoet. Maar hierin beschrijft hij eigenlijk heel goed een verhaal over hoe dat een wereld eigenlijk aan het verlopen is als we verder gaan op de manier dat we dat nu doen. En het is heel tof omdat dat heel kleurrijk is weergegeven. Je leeft echt mee met die mensen. Ze komen eigenlijk in een wereld terecht, een beetje dystopisch, waarin alles naar de kloten gaat. Maar ook wat je daartegen kan doen. Dus ik zou dat boek zeker aanraden om een keer in het idee te stellen van wat kan er allemaal mislopen. En hoe kun je daar iets aan doen? Want het is dikwijls in een film dat je de dingen veel beter bijleert dan een of ander saai wetenschappelijk artikel. Ja, dankjewel, Louis. Ja, het is fijn om te horen dat jij het boek zo zou aanraden. Ja, toevallig wel. Ik heb het boek hier ook bij de hand. En in het boek zijn er ook verhalen, bijvoorbeeld, waar kinderen moeten helpen om appelbomen te bestuiven. Dat is in 2051, omdat het een aantal vlakken niet goed gaat. Maar in het boek komt het allemaal goed. Daar gaan we nu niet te veel over doorpraten. Maar ik zie daar achter jou, Louis, ook nog iets staan van Bye Bye Grass. En ik weet niet of iedereen dat kent, maar eigenlijk is het een mooi voorbeeld hoe een
kleine groep mensen met een paar goede ideeën en een goed netwerk er toch in slagen om een ander verhaal te vertellen, zij het dan over ons gazon. Dus het lijkt me toch goed om iets te vertellen. Is er een link tussen ons gazon en de bijen? Ja, zeker en vast. De tuintjes, dan kijk ik vooral naar de echte groene grasvelden. Zoals je hier aan die kant kan zien, dat is eigenlijk dikwijls gewoon puur gras. En dan natuurlijk keiveel pesticiden, meststoffen, om dat zo groen te houden. En dat is gewoon een dode woestijn, dat is een groene woestijn. Er is daar weinig tot geen diertjes die daarin kunnen leven. Laat je gras een klein beetje langer groeien. Dat is bijvoorbeeld in plaats van om de week maaien, om de 2 weken maaien, of zelfs om de 3 weken maaien. Dan maak je gewoon een keigrote impact voor de bijtjes. En dan heb je, eerder naar die kant toe, hè, waar je gewoon allemaal kleine bloemetjes hebt die daaruit komen. Dus ja, wij zeggen bye-bye grass en hello flowers. Ja, bye-bye grass, laat het groeien. En u ziet dat Lode en Louis dat ook voor hun haar toepassen. Maar als het over bye-bye grass gaat, is het misschien toch het moment voor een klein muzikaal intermezzo. Ik weet niet of dat iemand daar zin in heeft. Dan gaat Marijke de tekst laten zien. En dan kunnen jullie allemaal luid op meezingen. Het grote voordeel is, wij horen er toch niks van. Maar jullie zullen wel... Jullie zullen wel mij horen, als het goed gaat. Oké, ja. Bye bye grass. En al direct, oei. Oké, sorry, was een valse start. Nu in het echt. Bye bye grass. Bye bye rustig. Met het gazon. Maak het prima bij. Daar was een grasperk met groene sprieten, maar zonder planten, zonder partieten. Een groene vlakte, zonder natuur, vol pesticiden en pokkenduur. Ja! Bye bye grass, bye bye woestenij, weg met het gazon, maak het prima bij. Al dat gedoe, met dat grasmachine, lawaai en stank, nog nooit gezien. Dat is niet goed voor de planeet, en je werkt je zelfs niet meer. Ja, bye bye grass. Bye bye woestenij, weg met het gazon, maak het prima blij. Laat het maar groeien en stop met knoeien. Laat vlinders vliegen en kruiden bloeien. Je kan genieten met minder arbeid. En de winst is de biodiversiteit. Allee, laatste keer, ja! Bye bye grass. Bye bye woestenij, weg met het gazon. Maak het prima blij, maak het prima blij, maak het prima blij. Voilà, even kort muzikaal intermezzo. Ik zie dat ongeveer een hele hoop bezoekers verdwenen zijn. Dat zal het wel zijn. Goed, ondertussen nog vermelden dat in de chat nog heel veel interessante zaken aan het passeren zijn. Websites, tips, enzovoort. We gaan terug naar het gesprek met Louis en Lode. En ik ga er nog een vraag bij nemen. Die we nog niet helemaal toch hebben behandeld, denk ik. Dat is namelijk de omgeving voor wilde bijenvolken. Is dat een andere omgeving dan voor de honingbijen? Maakt dat een groot verschil? Hebben die andere dingen nodig? Ik kijk eens naar Lode of Lobby. Lode zal daar iets op vertellen. Ja. Ja. Ik heb al vaak vastgesteld dat een van de basisprincipes in verband met bijen en hun gedrag niet gekend is. En dat is, solitaire bijen in de meeste gevallen verplaatsen zich absoluut niet ver. Dus dat wil zeggen dat die om te fourageren, om eten en zo te verzamelen, dat die heel dicht bij hun voedselplaats blijven. Dat is één. En punt twee, de meeste van die beestjes
die hebben maar een heel beperkt aantal planten waar ze mee verder kunnen. Dus dat zijn geen breedeters. Een honingbij daarentegen, die is vreselijk content met zowat alles wat bloeit. En die verplaatst zich ontzettend veel verder. Een honingbij die kan gemakkelijk 3 kilometer ver vliegen. Die, hoewel die maar een 10e gram weegt, kan die zich verplaatsen met 50 kilometer per uur snelheden. Maar dus die vliegt gemakkelijk 3 kilometer en als het moet verder. Dus dat is in elk geval een zeer groot verschil. Ik heb al vaak bijenhotels zien hangen op plaatsen waar dat het zo goed als uitgesloten is dat daar een solitaire bij in komt. Gewoon omdat er dicht genoeg niet de juiste planten staan. Dus als je dat al weet, dan weet je al heel wat. Hè. Ik ben zeker niet de specialist die weet van al die solitaire bijen aan welke planten dat die gelinkt zijn. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met vlinders bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde vlinders die hun eitjes alleen afzetten op netels en andere zetten die alleen af op die en die planten. Dat is gespecialiseerde kennis, maar daar vind je uiteraard bijzonder veel informatie over op het net. Maar onthoud vooral dat solitaire bijen zich niet ver verplaatsen. Dat is... Dus als je die wilt aantrekken, dan moet je heel specifiek en de juiste nestgelegenheid dichtbij de juiste planten hebben. Voor honingbijen is dat allemaal veel minder ingewikkeld. Oké, dank u wel. En misschien dan daar even op ingaan. Ik denk dat er veel mensen die aan het kijken zijn ook echt wel heel erg hun best willen doen om hun tuin bijvriendelijk te maken. Zijn er dan specifieke mengsels van zaden bijvoorbeeld die kunnen gebruikt worden? Waar kan je die vinden? Ja, wel, ja. Ook daar denk ik zijn er nogal wat misvattingen. Er zijn heel veel mensen die het zeer goed willen doen en die dan beginnen met alle soorten bloemen te zaaien, maar vooral eenjarige. Dat is op zich natuurlijk niet slecht, maar het is ontzettend veel beter van planten te installeren in je tuin of waar dat je ruimte hebt, die eigenlijk blijven staan. Dus struiken en bepaalde bloemsoorten die ook elk jaar, ik zeg maar iets, een zeer vroege bloeier is, bijvoorbeeld helleborus. Wel, helleborus, als je die één keer geplant hebt, die blijft altijd terugkomen. Ook heel veel van de bloemen voor voorjaarsbloeiers die je in de grond stopt, die blijven elk jaar terugkomen. En die verwilderen ook. Als je bijvoorbeeld bij veld, nu inderdaad in de bio-bloembollen, want die bio voor bloembollen is echt wel ontzettend belangrijk. Ik heb dat ook in de chat gezien. Niet-bio-bloembollen zijn eigenlijk gifbollen. Daar moeten we helaas ook zeer duidelijk over zijn. Maar dus bio is belangrijk van het plantgoed. Hè. Maar dus vooral struiken en bomen, dus bessenstruiken, fruitbomen, allerlei bloeiende bomen en struiken die blijven. Dat is een zeer goede basis. Bloemen die elk jaar terugkomen. En dan kun je wel eens een bloementapijt zaaien. Maar daar moet je bijvoorbeeld ook mee opletten. Omdat er zijn bijvoorbeeld bepaalde planten die solitaire bijen aantrekken. Die komen daarop, die overwinteren daar en die komen het jaar daarop terug boven. En dan zijn die planten daar niet meer omdat het eenjarige waren. En dan zijn die beestjes ook weer veroordeeld. Dus wij proberen ons zeker niet blind te staren op honingbij, maar alles een beetje mee te nemen. Maar dus een begrip als permacultuur is in deze bijzonder belangrijk, omdat het gaat over permanente cultuur. Ja, oké. Zeer interessant. En dat brengt ons ook een beetje bij de vraag van oké, wij kunnen proberen als burger een aantal dingen te doen, maar de overheid heeft ook een belangrijke rol, denk ik, als het gaat over zo een leefomgeving niet alleen voor bijen, voor insecten, voor een bredere biodiversiteit. Misschien, Louis, heb jij voorbeelden van lokale overheden die daar op dit moment volop op inzetten? En hoe doen ze dat dan? Ja, dat is een heel goede vraag en dat is soms heel frustrerend. Hè. Ik krijg heel dikwijls zo chatberichten van mensen die zeggen, ja, goh, in mijn gemeente, ze maaien hier alles gewoon direct kapot. Ik heb hier zelf bloemen zelf ingezaaid of bollen gezet en ze maaien het allemaal kapot. Ze zijn gewoon allemaal verwoesters, ik wil er iets aan veranderen. En wat dat ik eigenlijk zeg tegen de mensen al enkele jaren is van ja, neem actie. Wij als burger zijn veel sterker dan dat wij denken. De politiek, voor wat bestaat de politiek om te luisteren naar ons, de burger.
En bijvoorbeeld, we hebben een brief opgesteld dat iedereen kan gebruiken om mee naar een gemeentebestuur te gaan, om eigenlijk gewoon te vragen van, kijk, wij willen meer bloemenweiden in onze straten, meer eetbare bomen in onze straten. En als je met genoeg mensen genoeg lawaai maakt, dan zorg je voor verandering. Ik heb verschillende mensen die bijvoorbeeld gaan guerrilla gardenen. Wat doen ze? Ze gaan bijvoorbeeld met een groepje mensen 's nachts gewoon 3 fruitbomen gaan zetten in een park. En dan gaan ze naar de politiek en dan zeggen van, kijk, wij hebben hier 3 fruitbomen gezet. Laat ze alsjeblieft staan en zet er misschien nog meer. En je moet dat altijd op een vriendelijke, ludieke manier doen. Hè? Je moet niet beginnen met ecoterrorisme. We hebben al genoeg extremisme in de wereld. Maar je kan als mens dus heel veel doen. Hetzelfde voor het nu met Bye Bye Grass. We zijn ook gewoon maar een simpele burgerbeweging. Maar we hebben het al geschopt tot in het Vlaams parlement dat we een wet hebben voorgesteld om in alle gemeentes ervoor te zorgen dat er minder gazon is en meer bloemenweiden. En op die manier, als er genoeg mensen lawaai maken, dan kan het niet anders dat er verandering is. Want dat is één grote fout die wij kunnen maken als mens, en dat is gewoon wachten op verandering. Maar wachten op verandering, meestal komt er dan slechte verandering. Als je echt goede verandering wilt, dan moet je gewoon zelf opstaan en zelf gaan zeggen van, kom aan, ik ben zelf een mens die even gebouwd is uit dezelfde moleculen als Greta Thunberg of als Mahatma Gandhi. Als een meisje van 15 jaar de wereld kan veranderen, waarom zou jij dat dan niet kunnen doen? Ja, superkrachtige boodschap waar ik mij helemaal ook in kan vinden. En ik denk veel mensen thuis, we moeten niet wachten op politici, we moeten niet wachten op de grote bedrijven. We kunnen zelf al heel wat dingen in gang zetten. Wat ik een andere vraag, maar goed, we zijn met veel, dus we kunnen van de hak op de tak springen. Wat mij opviel toen ik de laatste keer op vakantie was in Zeeland, dat daar veel akkers zijn waar stroken worden aangelegd met bloemen, met andere planten, fauna, akkers, rond de toch wel monocultuur, landbouw. Is dat een goede zaak of is dat een doekje voor het bloeden? Ik weet niet wie daar wil op antwoorden. Ja. Oké, Lode was eerst. Ja, ik kan misschien beginnen en Lode kan mij ongetwijfeld antwoorden. Ja. Maar ik ga zeer vervelend doen en elk antwoord beginnen met hetzelfde. Er is zoveel nuance nodig als je op zo'n ding een antwoord. Mijn eerste reactie is, natuurlijk is dat schitterend. Op zich is dat fantastisch. Als mensen in de landbouw relatief grootschalig akkers en akkerlanden liever gaan inzaaien. Maar ik kan u helaas een aantal rapporten doorsturen waarin dat te lezen staat dat een van de dingen die zo'n akkerlanden doen, dat is in de bodem opgeslagen landbouwgif van vorige behandelingen naar boven pompen. En waardoor dat dus de bestuivers die op die planten terechtkomen, dat eigenlijk... Laten we zeggen, het historische restanten van pesticiden die nog in de bodem zitten, dat kunnen neonicotinoïden zijn of andere, die halen dat dan naar boven, waardoor dat die schitterende, bloeiende, prachtige bloemen niet altijd even onschuldig zijn zoals ze eruit zien. Maar ik wil niet nodeloos doen denken. En ook daar zou het bijvoorbeeld schitterend zijn als die randen minstens permanent jaren en jaren voor hetzelfde gebruik gebruikt worden, maar bijvoorbeeld niet 1 jaar bloemen, het jaar daarop terug mais met pesticiden en dan 3 jaar later nog eens bloemen. Ben ik daar tegen? Ik kan moeilijk zeggen dat ik daar tegen ben, maar ik vind het vreselijk jammer dat we zelfs daar moeten kritisch over zijn, maar we moeten het zijn. Oké, Louis wil misschien nog wat aanvullen? Ja, het is volledig wat Lode zegt. Hè. Eigenlijk is het redelijk grappig al bij al, want eerst hebben we er alles aan gedaan om ons landschap zo leeg mogelijk te maken, dus dat gewoon 1 kale vlakte is. Dan, om alles zo efficiënt mogelijk te gaan doen. En nu gaan we daar allemaal strookjes bloemetjes tussen gaan zetten. De vraag of dat goed gaat of niet, laat ik inderdaad ook in het midden. Maar het komt er eigenlijk op neer, we hebben... Eigenlijk gewoon het geheel van het eiwit gescheiden van elkaar. Komt erop neer dat we dat gewoon nu terug moeten samenbrengen. We hebben dus eerst alle ecologie uit de landbouw gehaald. We hebben agricultuur en ecologie nu naast elkaar gezet, die bloemenakkers. Maar eigenlijk moet die ecologie en die agro
maar ook agricultuur en economie samenbrengen. En niet zien als dingen apart. Ik denk dat we even Louis kwijt zijn, als ik het juist heb, of niet? Was ik ben er nog in of jullie. Oké. Ja, het lijkt terug oké te zijn. Maar in het vuur van uw betoog was er een korte stroom, bij mij toch. Ja. Oké, geen probleem. Nee, eigenlijk heel simpel. We hebben de agricultuur en de ecologie waren vroeger samen. We hebben die uit elkaar gehaald. En nu moeten we ze terug samenbrengen. En dan kom je bij agro-ecologie. En dat is eigenlijk een manier van landbouw die wij willen promoten. Dus agricultuur is gewoon puur het landbouw. En ecologie zijn die bloemenstroken. Maar hoe dom is het dat wij als mensen die twee uit elkaar halen, als dat samen kan. En dan moet je niet gaan denken van, ah ja, moet je zoveel bloemstroken. Nee, als je een landbouw hebt waar er heel veel bloemetjes zijn uit van nature, dan, dan heb je al die bloemstroken niet nodig. Oké, Louis, ik was eventjes ook naar de chat nog aan het... aan het kijken. Maar als ik het goed begrijp, is dan wat wij eten ook heel belangrijk. Daar hebben we het nog niet over gehad, denk ik, maar wij als consument, als wij zelf kiezen voor producten uit de biolandbouw, uit de korte keten, van de zelfoogstboerderijen, van alle andere trajecten waar men op agro-ecologische manier aan landbouw doet, als wij daar klant van worden of coöperant, dan steunen wij eigenlijk ook indirect een heel ander landschap en ook, denk ik, de bijen. Dus ook dat is iets wat wij kunnen doen. Als we naar de winkel gaan, heel goed opletten wat we kopen en zorgen dat we het destructieve landbouwsysteem niet blijven ondersteunen. Goed, ik ga nog terug naar de vragen kijken. Een van de zaken waar we soms iets over horen, is dat blijkbaar in China de situatie zo ernstig is, dat er te weinig bijen zijn, dat kinderen bijen moeten besterven. De vraag is dan, oké, is dat zo? En hoe komt dat? Heeft dat ook te maken met pesticiden? Of zijn daar nog andere verklaringen? Ik weet niet wie van jullie beiden de China-specialist is vanavond. Lode, die zal er iets kunnen over vertellen. Verdeen, ik ben wel lange geen China-specialist, maar goed. We moeten alles in de reële context plaatsen. Het is niet zo dat in China alle planten met de hand bestoven worden. Dat is een heel specifiek probleem in een heel specifieke regio van China. En naar ik meermaals gelezen heb, heeft dat heel veel te maken met vroegere politiek, waarbij dat er ontzettend veel pesticiden gebruikt werden, zodanig dat daar eigenlijk alles wat nog een klein beetje adem kon halen en leven, gewoon vernietigd geweest is. Waardoor dat ook het insectenleven en zo eigenlijk gigantisch gereduceerd is. Dus pesticiden zijn daarvan de oorzaak. Maar voor wat China betreft is dat alleen een zeer specifiek probleem in een regio. Maar het geeft wel aan waar we met het huidige gebruik van pesticiden kunnen naartoe gaan. Nogmaals, ik ben absoluut geen doemdenker. Maar heel veel van die producten die... En ik heb daarnet in het filmpje gezegd dat het jammer is dat we niet allemaal collectief doodvallen, maar zodra dat we dergelijke landbouwgif en zo tot ons nemen, dat zou veel handiger zijn, maar ik kan dat niemand toewensen. Maar al die giffen die werken ook bij insecten heel vaak op lange termijn. Bij die neonicotinoïden bijvoorbeeld is nu duidelijk wetenschappelijk bewezen dat die het oriënteringsvermogen van bijen aantasten. Dus dat betekent, die bijen verlaten hun nest en ze vinden een kast of waar ze wonen, ze vinden dat niet meer terug. En die vliegen dus verloren en die sterven. En dat is, ik vind dat gewoon, op zich, ik vind dat zo oneindig verschrikkelijk dat we dat als mens zo'n dingen doen. En dat je dan nog echt klassieke wetenschappelijke rapporten hebt die dat bewijzen en die dan gewoon op politiek niveau onder de mat gaan. En dat is op hoger niveau, dat is op kleiner niveau. En heel dikwijls zie ik dat het goed begrijpen van de totaliteit bij heel, vooral bijvoorbeeld ook bij overheden, heel vaak ontbreekt. Men neemt een initiatief, de burgemeester die hangt een bijenhotel op en dan gaan ze met z'n allen weer naar huis en ze zeggen, oef, we zijn er vanaf. En dat is zo, met alle respect, zo dom.
Want het is niet met dit of met dat. Je moet iets bekijken in zijn globaliteit. En wij moeten gewoon op een totaal andere manier gaan leven. En zoals Louis ook al verschillende keren aangegeven heeft, onze omgeving anders inrichten. Geen gif meer gebruiken om aan ons voedsel te geraken enzovoort. Dat is zo evident. Waarom blijft dat zo lang in de marge? Dat is, ik zit daar altijd mee te pletten naar te kijken waarom wij zo gemakkelijk al die lelijke, foute dingen overnemen. Ik heb jaren rondgelopen met scheuren in mijn broek tot ergernis van mijn vrouw. En nu gaan mensen dat kopen in de winkel en iedereen doet dat over hans de wereld. Terwijl als je dan met een goed initiatief komt, gelijk Bye Bye Grass, dan moet je ik weet niet hoe engageren om dat een beetje verkocht te krijgen. Maar goed, dit tussen haakjes. Je zegt gemute, Steven. Steven is gemute. Ik ben gemute, ja. Ja. Ik wil het een klein beetje nuanceren om te zeggen, er zijn ook wel echt een aantal goede evoluties bezig. Burgers zijn zich ook aan het organiseren. Er is bijvoorbeeld het Europese initiatief Save Bees and Farmers. Ik denk dat de link van die petitie ook zal gedeeld worden op de openbare chat, of dat is al gebeurd. En dat is toch wel ondertussen een massaal burgerinitiatief in de richting. De bedoeling is om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, om zo op de Europese agenda aandacht daarvoor te vragen. Louis, misschien kan jij nog iets meer vertellen over die campagne? Ja, zeker en vast. Weten, in Europa hebben we toch wel bepaalde ambities, zo gezegd, of dat denken we toch, van de Green Deal. En de bedoeling is eigenlijk om pesticiden te verminderen met 50%. Maar ja, dat gebeurt allemaal niet vanzelf. Vandaar dat wij als simpele burger het heft in handen moeten nemen en zelf eigenlijk campagnes opzetten, bijvoorbeeld hier, om die miljoen handtekeningen in te zamelen. En dat werkt. Vanaf het moment dat er een petitie een bepaald aantal handtekeningen inzamelt, is de Europese regering eigenlijk verplicht om daar naartoe te luisteren en dat mee te nemen. Of ze daar dan daadwerkelijk ook iets mee gaan doen, dat is dan natuurlijk hun keuze. Maar komt erop neer, ja, je moet gewoon blijven aan de alarmbellen trekken tot het moment dat ze naar je luisteren. Ondertussen staat dus de link voor die petitie ook in de chat. Je kan die tekenen. Er zijn nog heel wat interessante links. Ik hoop dat dat ook nog zal gedeeld worden. Net zoals de opname van vandaag. Iedereen die hier vandaag aanwezig is, zal die link nog krijgen. Ik kijk even naar de klok en misschien is het dan toch een moment om praktische niveau wat te overstijgen en misschien wat meer filosofisch is te kijken. En dan daarvoor heb ik een mooie vraag van: wat kunnen wij mensen leren van de bijen? En ik denk dat jullie daar allebei, let op de woordspeling, wel iets over kunnen zeggen. Het teken dat Louis mag beginnen. Wat kunnen we leren, Louis? Wel, heel goed. Momenteel leven wij in een patriarchaat. De wereld wordt geregeerd door mannen. Eigenlijk is deze presentatie op zich zo fout als dat het maar kan zijn, want het zijn hier enkel maar 3 mannen die spreken. Marijke en Ingrid zitten hier achter de schermen. Alles in orde te brengen voor ons, dat is eigenlijk redelijk fout, moet dat eerlijk toegeven. De bijen zelf, die hebben een vrouw die eigenlijk de bazin is, de koningin. En alle werkerbijtjes zijn vrouwtjes. Qua chromosomenaantal kan je natuurlijk gaan discussiëren of dat nu een echte vrouw is of niet. Maar het komt erop neer dat we de vrouwen meer kunnen gaan eren. Dat leer ik er alvast uit. Maar ook teamwork. Het zijn enorme teamplayers. Wij als mens leven heel individualistisch. We maken gewoon dat ons huisje, tuintje, allemaal in orde is. Maar die bijen die werken dus keigoed samen. Zoals Lode al zei in het filmpje. Kan een bij op zich die in een kolonie leeft, kan in feite niet overleven alleen. Dus ze zijn eigenlijk deel van een netwerk. En wij als mens hebben dat ook, we staan daar misschien niet bij stil, maar toch
kunnen wij niet overleven zonder al die mensen rondom ons. Zonder de bakker, zonder de boer, zonder de buschauffeur die ons brengt van A naar B, bij wijze van spreken. We staan daar niet bij stil, maar wij zijn eigenlijk ook heel interconnected met zoveel andere mensen. En moesten we dan nog meer beseffen, denken dat er nog meer amicaal gevoel van samenwerking zou zijn. Dat vind ik de twee tofste dingen. Hey, samenwerking en toch wat meer de girl power. Bevestigende reacties daarop van zowel mannen als vrouwen. Lode, wat kan jij nog zeggen over wat we kunnen leren van de bijen? Het eerste wat mij opviel toen ik mij wat verdiepte in het onvoorstelbare, laat het mij nog een keer zeggen, het onvoorstelbaar magische leven van zo'n bijenvolk, dat was punt 1. Ze doen niet aan politiek. Punt 2, er zijn geen vakbonden. Punt 3, ze sturen hun kinders zeker niet naar school. En er zijn zo nog wel een heel aantal dingen waaruit ik eigenlijk moet besluiten dat we niet zo goed bezig zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat zo, voor mij echt zo opvallend onvoorstelbaar is, dat is dat er schepselen bestaan die volledig functioneren vanuit de evidentie. Die bijen worden geboren en die zeggen niet van, zou ik dit doen? Zou ik dat doen? Heb ik daar wel goesting voor? Of heb ik daar nu geen goesting voor? En zo verder. Er zijn studies die beweren dat er toch de ene bij al wat luier durft zijn dan de andere. Maar ik denk dan dat die gewoon wat slimmer is. Maar laat dat even terzijde. Maar dus, in alle gekheid op een stokje, de evidentie waarmee alles gebeurt in een dergelijk systeem, dat vind ik gewoon onvoorstelbaar. En het is niet alleen evident, het is extreem intelligent. Een bij wordt geboren, die kruipt uit die cel en die begint direct. En die beginnen allemaal, die vrouwelijke bijen, die beginnen allemaal aan dezelfde reeks basistaken. Die beginnen cellen te poetsen, die beginnen de larfjes die leven in die cellen, die beginnen die te voederen. Die nemen nectar aan. Die doen daar van alle soorten smeersel, die klieren produceren bij, die duwen dat in een cel en dan hebben ze honing gemaakt. Die controleren de temperatuur, die reageren op temperatuurverschillen, dames en heren, van een 10e graad. Die hebben heel wat boos, al zeker geen experten, zeker niet, maar die weten dat. Dus dat vind ik, dat evidente aan Hans, dat systeem, dat doet mij nog echt elke dag achterover. Vooral het feit dat ze het zonder experten doen. Dankjewel ook, Lode, voor deze wijze woorden. Als ik er zelf nog iets wil aan toevoegen, wat we kunnen leren van de bijen en van de natuur, is dat we inderdaad daarvan helemaal verbonden zijn met alles wat er leeft. En als we een toekomst willen samen op deze planeet, dat liefde voor de planeet en alles wat leeft, Amor Mundi, om het nog eens te zeggen, dat dat hetgene is wat we nodig hebben. Er zijn nog een paar interessante vragen, maar ik denk dat het te ver zou leiden. Bijvoorbeeld, hebben bijen al of niet een vrije wil? Dat lijkt mij misschien niet iets dat we nu kunnen bespreken. Ik wil nog een paar praktische dingen ook meegeven. Voedsel anders wil een sterke beweging worden om zo te bewegen op het beleid, op de consumenten, op de overheden. Dus zou ik iedereen die hier vandaag is willen oproepen om u aan te sluiten bij Voedsel Anders. Dat kan door op de website daarvan te gaan kijken. U kan ook daar de nieuwsbrief volgen en daar, op die manier blijft u op de hoogte van andere activiteiten. Wat ik ook nog wil meegeven is dat het voor Kiemkracht, voor de organisatoren, toch belangrijk is wat feedback te krijgen van hoe jullie dit hebben ervaren vanavond. En daarom zal er op een bepaald moment, of dat zal binnen enkele seconden wellicht gebeuren, een link of een formuliertje verschijnen waar u dan uw evaluatiebedenkingen kan op achterlaten. Ik weet niet zeker als u dat hebt gedaan of dat u dan nog terug geraakt hier. Kijk, ja, dus dat is geen probleem. Want ik zag daar net dat een paar mensen zeiden om af te sluiten, zullen we nog eens samen zingen. Maar dan wil ik toch eens zien of daar voldoende enthousiasme voor is. Dus ik volg
de openbare chat. Is er nog iemand die wil op muzikale wijze afsluiten? Of kunnen we dat de buren niet aandoen? Ja, ik zie op de openbare chat zie ik niemand nog erom vragen. Ah, Kenny. Speciaal voor Kenny. En voor Kenny. En voor Leo. En voor Wannes en Sarah en Frida. Hè? Zullen we nog eens bye bye gaan zingen? Dat is de eerste slide, hè? Oké. Bye bye grass. Bye bye woestenij. Weg met het gazon. Maak het klimaat blij. Daar was een grasperk met groene sprieten, maar zonder plantjes, zonder parkieten. Een groene vlakte zonder natuur, vol pesticiden en potteduur. Ja! Bye bye grass, bye bye woestenij. Weg met het gazon. Maak het klimaat blij. Tweede strofe. Er moet iemand duwen. Op een knopje. Tweede strofe. Ja, al dat gedoe. De grasmachine. Lawaai en stank. Nog nooit gezien. Dat is niet goed voor de planeet. En je werkt jezelf als weer. Ja. Bye bye grass, bye bye woestenij. Weg met het gezond, maak het klimaat blij. Laat het maar groeien, stop met de groeien. Laat in de vliegen, kruiden groeien. Je kan genieten met minder arbeid. En de winst is de biodiversiteit. Bye bye grass, bye bye woestenij. Weg met het gazon, maak het klimaat blij. Maak het klimaat blij, maak het klimaat blij. Maak het klimaat blij. Graag wil ik nog even iedereen heel erg bedanken. In de eerste plaats Marijke en Ingrid, die achter de schermen misschien zaten, maar toch zonder hun was het nooit mogelijk geweest. Dan zijn er nog Lode en Louis, die nooit naar school zijn geweest, maar heel veel wijsheid hebben verzameld. En ik denk jullie allemaal om toch heel deze avond bij ons te blijven, om zoveel vragen mee te geven, om ook zoveel tips met elkaar uit te wisselen. Ik denk dat dat voor ons allen toch een bijzonder fijne avond was. Dus jullie zien daar, of jullie gaan straks nog eventjes de slide zien met de website van Kim Kracht. En ik hoop dat we elkaar nog eens terugzien, het liefst van al in levende lijven, op een prachtige bloemenweide, waar we dan allemaal naakt tussen de bijen gaan wandelen. Dag!